150. Beide een prima begin. Scholten kan dat geen vervolg geven met slechts 41. Fordham kan meteen weer druk gaan zetten op de leg van Scholten. Maar ook hij gooit in ieder geval één keer single 1. Maar daar is de eerste triple al. 60 seconds. Ja, dit is weer goed van Roland. 140. Is weer hoopvol. Hier zien we Stivo, manager van Nandy Fordham. Reist vaak bij hem mee, zeker bij de grote toernooien. Zoals aan de Lakeside, hier de World Darts Trophy. Altijd erbij, regelt alles, zodat Andy lekker zijn pijlen kan gooien. Allebei op 135. Eerst Roland. 110 over. Triple 20. Ik kan alleen maar wegzetten. Boel of triple 18. 99. Wel een mooie triple 18. Weg op 36. De kans aan Andy. Hetzelfde verhaal. Op de boel. Triple 20. Concentratie. Oei. Maar is jammer. 46. Rolling to record 36. Dubbel 18. Om in ieder geval een leg te pakken in deze set. Dubbel 9. Gooi die dubbel nou. Ja, dat doet hij. Short in the third leg. Nu komt het echt zware werk. Weet ook vader. Scholten. Full flag. Andy to pakken. First. Game on. Die leg die voor hem nu begint. Anders sta je 3-0 in sets achter. Ja, weer een goed begin van Andy. Jammer van Roland. 60 is niet genoeg. Zou echt beter moeten gaan gooien. Ja, knap hoor. 2 x 140. IJzer. Ja, dus ook weer pech met die laatste. Die komt er van het ijzerdraad vandaan. Ligt op de grond. Telt niet mee. 65 gegooid, 156 over. Moet boven blijven. 190. Met hem goed weg. Ja, Scholt, het zit hem niet mee. Het zit hem echt niet mee. Hij heeft een paar bounces gehad op de verkeerde momenten. 281 voor Scholten betekent heel weinig druk voor Fordham op 102. Bullseye of triple 14. Geen veel bullseye. Gooit er 19. 63 over. Triple 13. Die mist hij ook. Maar goed. Toch op 57 weggezet. Alle tijd om de vierde set binnen te halen. Nou, de derde toch. De derde. Zover is het nog niet. Het is pas 2-0 in sets. 41.
voor hem. En Scholt op 2.40. Dus nog steeds alle tijd 17. Dubbel 20. Twee pijlen voor een dino voorsprong in set. Gooit dubbel 5. Dus nu dubbel 15. 27. Komt nog terug. Scholte. Nou, twee triples 20 zou meegenomen zijn. Misschien dat Forum dan echt wat zenuwen gaat voelen. Want op deze manier krijgt hij te veel tijd van Scholte. Dat is er één. Wordt nog eentje erbij. 100. En hier require 30. Nog steeds dubbel 15 voor Forum. Eens kijken of hij gaat opsplitsen of gaat hij voor die dubbel 15. Hij gaat daar gewoon voor twee pijlen over. Ja, die zit erin hoor. De derde set voor Andy Forum. En op die manier is de Viking wel heel hard op weg naar een finale plaats. Het is de best of nine, dus Scholte kan nog terugkomen. Maar hij staat met 3-0 achter. We zitten nog midden in de partij tussen Scholten en Forum. Maar zojuist in de break kwam Raymond van Barneveld even het podium op om het publiek hier in Hengelo toe te spreken. En dat willen we u toch niet onthouden. Goedenavond Hengelo. Ik wil graag even jongens, hier. Ik wil jullie onwijs bedanken voor jullie steun. Ja. Het is een geweldige eer om jullie te mogen acteren. Helaas is het niet gelukt. Maar ik ga zeker mijn best doen om hier volgend jaar beter terug te keren. Bedankt. Ik zal het nooit vergeten. En we gaan draaien in de hoek. Handtekeningen aan. Dankjewel. Dames en heren, graag zo snel mogelijk weer even rust. We hebben speciaal een lange. Especially for these players, we had a long interval. I'm sorry, but we're done. Forum en Scholte begonnen aan hun partij aan de vierde set. Scholte begon redelijk. Forum al goed van start met 120, nu even wat minder. Marije kan niet bepaald tevreden zijn over het niveau dat haar vriend laat zien tot nu toe. Easy one. Krijgen we 180 van Andy Forum, wel 140. Zet hem goed weg op 100. Ja, hij zal toch meer triples moeten gaan gooien, Roland. Hij speelde zo goed in zijn eerste partij tegen Andy. Goede scores. Nu een stuk minder. Dubbel 10 voor Forum om de eerste lek alweer binnen te halen. En dat doet hij hoor. Keurige 100. Check-out van Andy Forum. Second leg, Roland to throw first. Game on.